lieve vrienden en vriendinnen. Het is laat dinsdag. Het zonnetje schijnt weer. Dus het is heel mooi weer. Ik ga wel lekker trainen vanochtend. En wat ik vanmiddag ga doen, ja, dat is fietsen, denk ik. Ik ga me niet te moe maken zoals gisteren. Want dat was een beetje te gek. Wat ik als ontbijt heb is een omelet. Ja, ik noem het een tosti. Het is een omelet met ontbijtspek en kaas ertussen. Dus een soort tosti. Mijn thee is ook al klaar. Dus. Ik wens u een prettige dag hebben. Ik ga eten en ik ga naar de sportschool. Goedemiddag. We zijn weer terug aan het trainen. Ik kan wel merken dat ik als ik 's avonds getraind heb, dat het even wat minder gaat. Ik heb 30 minuten gelopen, 30 minuten gefietst, 10 minuten geroeid en voor de rest aan de gewichten gehangen. Vooral mijn nek, die doet zeer, dus ik moest eventjes een beetje ontspannen worden. En biceps en borst en triceps gedaan vandaag. En kuiten, mijn dijbenen geoefend. Daarna buikspieroefeningen, zoals gewoonlijk altijd. En ja, dat was het. Als ontbijt. Maar als lunch heb ik noedels. Met met 2 eieren om een beetje bij te komen. De zon die schijnt. Martijn die zei vanmiddag al vanmorgen al het is weer barbecue weer. BBQ weer. Dus dat moet hij weten, maar ik ga even een lekker stukje fietsen. Ik neem u weer mee, dus als ik mooie plaatjes zie, dan film ik het eventjes. Dus ik ga nu even eten en ik zie u later. Ik rij hier in het plaatsje Jisp. Die brug die je daar ziet, die is bijna een volksopstand hier geweest. Want hij ging eruit voor een paar dagen. En ik ken de ene helft niet en de andere helft. En dit is nogal een zeer hechte gemeente. Zo, we zijn weer aangekomen bij je. Wat eten we vanavond? Ik zal er een extra boeitje bij hem. We eten vanavond iets heel simpels. En dat is champignonsoep. Wat hebben we daarvoor nodig? Nou, u raadt het al, denk ik. Champignons. En een ui. Een tablet kippenbouillon. En ja, dat is het. Dus. Nou, alles zit in de soeppan nou, behalve water. De champignons, de ui. Ik heb het even 4 minuten goed gehusseld en goed aangemaakt. Nu gaat het water erbij en de tabon, bouillonblok erbij. En dan hebben we over 4 minuten een lekker soepje. Om het een beetje romiger te maken doe ik er een beetje slagroom in. Dus gewoon uit een pakje, hè? Dus niet de geklopte slagroom, maar verse slagroom. Het recept staat er dat er cognac in moet. Ik doe dat niet.
Ik doe er een Schotse tover, een klein beetje Schotse toverdrank in. Iedereen weet dat het whisky is, dus ik doe er een heel klein beetje whisky in. Ah. Goedenavond. Ik zit hier nou aan tafel. En ik, ja, u ziet het aan mij. Ik ben even naar het kapje geweest. Ik ben even naar Dirk geweest. Die zei ook van me. Jezus man, niet doorgaan. Want daar word ik bang voor. Dus. Maar ja, ik heb nog steeds geen gebiedje. Dat is donderdag. En dan hoop ik dat ik ook weer gewoon lekker kippie kan eten. En andere dingen. Heerlijk in kan bijten. Dus, maar vanavond, voor vanavond, ja, misschien was het dat ik er meer spiermassa bij heb gekregen. Maar ik dacht dat ik wat aangekomen was. En, dus, ik ga nu maar eventjes aan de soep. Vandaag en morgen. En ik heb voor vanavond heb ik een heel eenvoudig soepje gemaakt. Champignonsoep. Al enige wat erin gaat, champignons en een ui en een beetje knoflook. Maar ja, dat heb je in de keuken gezien. Bouillon, tabletje erbij. Kippen. En dan, ja, dan moet het goed wezen. En het is ook goed, ik heb er een klein beetje, ik laat in het recept stond dat er liqueur of cognac in moest gooien. Nou, ik ben geen alcoholist, dus ik heb dat niet in huis en ik ga niet voor een soepje een hele dure fles kopen. Ik had nog een beetje, ik had nog een halve fles Schotse toverdrank. En die heb ik er de grootte van de dop heb ik erin gedaan. Dus dit is. Dit is wat het geworden is. Het wit komt door de slagroom. Dan maak je hem wat romiger. En natuurlijk een beetje peper en zout erbij. En dat is alles. Wat ga ik vanavond doen? Ik ga vanavond nou niet naar de wereldwijd door kijken. Ik ga ook niet naar Paul kijken, want ik zat gisteren. Avond zat ik heel even te kijken en toen was die meneer van de NVU, dat vind ik ook geen leuke partij. Maar die man die kreeg nog eens het woord. En ik vind toch als je iemand uitnodigt, ga dan, laat hem dan zijn zegje doen. En als hij een antwoord moest geven op die burgemeesters, dan werd hij half af geknepen door het van de aardtuig. Want zo noemen ze het gewoon. Het zijn een stelletje springhalen. En die moet je verdelen. Maar wat er hier in de buurt is gebeurd, vlakbij die twee auto's in de Eens, dat keur ik helemaal niet goed. Ik ben tegen dat er te veel asielzoekers komen. Maar ik ben tegen geweld. En dat zal ik altijd blijven. Ook verbaal geweld. Ik hou er niet van, dus. Ik wens je een hele prettige avond en misschien tot morgen.